Mark Koeken, we gingen het met u ook nog over uw nieuwe uitvinding hebben. Hè? De E-Waves Phone Chip. Hè? Een chip die op je gsm-toestel kunt kleven en daarmee de schadelijke stralen neutraliseren. Ja, ik heb erin bij, inderdaad. Misschien even demonstreren. Hè? Hoe werkt dit Wel, het is dus, zo'n kleine chip, hè, zo de grootte van een stuk van 1 euro. Dat zit erin. Je moet daar misschien een van jullie die een gsm bij heeft en die in de toekomst veiliger wil bellen, die moet daar dat dingetje afprutsen. Mag ik even? Ja. Dus je kijkt waar de batterij zit van uw gsm, want hij haalt zijn energie in feite uit de batterij. Dus hier zit de batterij, vermoed ik wel. Ja. Dan leef je die er in feite als dusdanig op. Je drukt even. En nu even tonen naar... En vanaf nu belt u veel, veel, veel veiliger. Ik ben ervan overtuigd dat er in de toekomst nog heel veel studies gaan uitkomen. Die toont, ik wil niet zeggen dat de mensen niet meer mogen gsm'en en dergelijke. Maar ik denk dat het een problematiek is dat we niet uit de weg mogen gaan. Dat het echt zijn nevenwerkingen heeft voor kinderen, zwangere vrouwen. Mensen die er gevoelig voor zijn, mensen die veel bellen. In de auto als uw gsm continu ten dichtstbijzijnde mast aan het zoeken is. Al die zaken, alstublieft. Maar volgens u, met dat ding op onze gsm komen die schadelijke stralen niet mee door? Nee, wel, het is in feite zo. Ik kan beginnen met het programma van de bedenkers van vorig jaar, dus waar dat ik in de jury zat. En sinds dat ik daarin gezeten had... Daar iedereen, lijkt het op, ja? Wel, op iedereen die iets uitvond, die kwam naar Rome. Wel, sindsdien hebben wij honderden ideeën gekregen. Dit jaar had ik helaas geen tijd meer om in de jury te zitten. Maar uit al die ideeën plots kwam dat naar voren. Iemand die ons daarmee contacteerde. Ook wij zeiden eerst van dit is te mooi om waar te zijn. En al die testen, die duizenden testen die mensen al 6 jaar aan een stuk gedaan hebben, want het zijn Belgische uitvinders, die hebben wij allemaal herdaan met neutrale mensen, met mensen van Omega Pharma, volledig volgens protocol. En het is echt spectaculair. Ik denk de meest spectaculaire heb ik meegebracht. Dat is Martin Jonkheer. En er zijn ook foto's, hè? Ja. Om het te illustreren. Dat is Martin Jonkheer, die daar dus blijkbaar ook zeer gevoelig voor is. Wat wij gedaan hebben, we hebben volledig met thermoscan, dus in feite de warmte die je uitstraalt. Mm-hmm. Dat is de beginsituatie, dan hebben we haar 30 minuten laten... Ja, u hebt Martin Jonkheer. Maar het effect is hetzelfde, neem ik aan. Het effect is hetzelfde. En wat u dus ziet, is in feite dat dus de cellulaire warmte echt verhoogt. Als je een half uur getelefoneerd hebt. De rode kleur is het opwarmen. Bij die man was het zelf maar 10 minuten. Ja, de rode kleur is het 10 minuten bellen en uw kop ziet helemaal rood. En dat scheelt hem toch significant verschil. En dan laten we opnieuw afkoelen tot dezelfde beginsituatie. En doen we met dezelfde gsm, wordt er even lang getelefoneerd met de chip erop. En dan zie je dat er op dat moment de enige warmte die dan nog komt, is ter hoogte van waar dat uw gsm gehouden hebt. Dat is een beetje van dat de batterij. Was een derde foto. Maar dat is gelijk dat je naast de chauffage staat, dat kan geen kwaad. Het probleem is niet de warmte. Nee, het probleem is niet de warmte. Het probleem is dat die warmte een bewijs is dat uw gsm naast de laagfrequente stralen die je nodig hebt om te bellen, hè, want het blijft even goed communiceren, u zal dat merken. Daarnaast veroorzaakt die ook in feite een soort nevenwerking zeer hoogfrequente straling. En die hoogfrequente straling per definitie is natuurlijk agressiever en die gaat naar de cellen en die veroorzaakt dus een onnatuurlijke opwarming van de cellen. En dat leggen we dan naast een aantal studies die tegenwoordig bijna dagelijks uitkomen, dat er toch wel alarmerende berichten zijn over de gevolgen van te veel gsm en onverantwoord gsm. Ja. Ik vermoed persoonlijk binnen 3, 4, 5 jaar dat automatisch in alle gsm's iets dergelijks zal ontstaan. Dus tegen de opwarming van de hersenen. Je zei het zelf al, meneer Koek, het klinkt too good to be true dat die oplossing hier nu in België wordt gevonden. Ja. Er is ook heel wat ongeloof, onder andere professor Guy van den Bos van de KU Leuven, die was in ter zake vanavond ook bijzonder sceptisch. Er bestaat niet zoiets als negatieve en positieve straling, dat heel duidelijk. Er is maar één soort straling, dat is de straling die gebruikt wordt om informatie over te zenden van één punt naar een ander punt. Neemt u die weg, dan neemt u ook de communicatie weg en dat wensen we niet. Maar ik zie niet goed in hoe die chip dat kan doen op een zeer efficiënte wijze. Die gaat dat wel een beetje realiseren, hè? Elk stukje metaal dat u in de buurt brengt van een antenne gaat dat een beetje veranderen. Maar voor de rest zie ik niet in hoe dat op een gigantisch grote effectieve manier zou gebeuren. Ik zou het niet kopen. Dat kan ik zeggen. Hoi. Technisch onmogelijk, zegt hij. Dit is ook wel de reactie die wij gehad hebben op momenten waar we mee in contact kwamen. En vandaar dat wij ook alle testen, ook analyses van bloedbeeld, bijvoorbeeld een taxichauffeur, dat was het meest typische, zit dus 2 uur in een taxi, de meeste taxichauffeurs GPS, GSM, van achter in de passagierszetel, wat doen de mensen in een taxi? Bellen. Wel, dat is echt enorm de impact dat dat heeft. En als we dan diezelfde testen doen met de chip, en vandaar ook dat we de zaak van die persoon die je daar gezien heeft, of van Martin Jonkheer, dat hebben we echt uren en een stuk volledig gefilmd, van begin tot het einde. We hebben het ook aan uw redactie bezorgd. Ja, maar de professor zegt, dit kan niet, je kunt geen stralen neutraliseren zonder de communicatie ook te verstoren. En wel,
dan moet hij mij uitleggen hoe het komt dat met de chip de gsm even goed werkt, maar dat alle neveneffecten die we kunnen bewijzen, zoals verandering van bloedbeeld, zoals opwarming van de cellen, niet doorgaat. Is het, u gelooft erin, want het leeft er al op. Absoluut, ja. Nee, ik ben heel blij dat het me erop lag. Natuurlijk, allee, ik kan het wetenschappelijk technisch absoluut niet controleren, maar het geeft me wel een veilig gevoel. Ja, wat het niet als schadelijk. En wat denkt ik zou het kopen, maar ik heb het van Mark gekregen. Ik denk dat, Maar wat mij ongeloofwaardig, er is waarschijnlijk al jaren naar gezocht. Waarom hebben die grote gsm-bedrijven dat al niet lang gevonden en geïntegreerd in een toestel? Ik weet het niet. Ik denk dat er voor een stuk ook wel bij zit dat op het moment dat de studies beginnen uit te komen over de potentiële nadelige effecten van al die straling, over de potentiële nadelige effecten van onverstandig gsm-gebruik, dan heb je in de eerste fase altijd een ontkenningsgedrag. Van nee, wij maken geen slechte producten. Ik denk dat dat er voor een stukje bij zit. Plus dan ook, mag ik zeggen, alleen mensen die zich 6 jaar echt teruggetrokken hebben, om daarnaar te werken en om dat echt uit te vinden, denk dat we er mogen fier op zijn dat dat in België gebeurt. Door wie is dat onderzoek betaald? Dat onderzoek is betaald door twee ziekenhuizen waar alle testen gebeurd zijn. En dan een ingenieur die echt zijn job, zijn carrière bij Microsoft 6 jaar geleden gestopt is. Maar door 2 ziekenhuizen, dat is geld van de gemeenschap. Maar nee, dat twee privé-ziekenhuizen. Want het kost 39 euro. Ja, het kost 39 euro, wat zeer veel is. We hadden ook veel liever gehad dat 9 euro kostte en dan kon iedereen het gebruiken. Wat is maar, de productiekost? De productiekost ligt echt hoog. Het is niet omdat het klein is dat het niet zeer hoog technologisch is. Natuurlijk ook. En ze hebben natuurlijk ook 6 jaar aan gewerkt, dus ook wij kopen het van de uitvinders. En zij gaan natuurlijk ook een 6 jaar. Maar ik denk niet dat het is omdat het een Belgische uitvinding is, dat het ook niet mag dat er daar iemand een frank aan verdient. John Crombé, wat denk je? De conclusie van de professor is dat het misschien een beetje kan helpen. Ik ben blij dat het debat nu echt begonnen is. En dat men nu echt gaat onderzoeken op welke manier dat het kan verbeteren. Omdat het iets zeer typisch is dat we eigenlijk nog altijd niet weten wat de impact ervan is. Mm-hmm. Waar men ook zeer ongerust over is. Heel veel mensen, ook voor hun kinderen. Want het is delicater voor kinderen. Dus het is al zeer goed dat het debat bezig is. Als het vandaag een beetje helpt, zeer goed. Ja. Als het morgen nog verbeterd wordt, nog beter. En dus dat ze maar in België er blijven op doorwerken. Absoluut. En wij staan open voor alle mogelijke testen. Dus al die mensen die tegen zijn, laat ons samen de testen doen. Laat ons samen de thermoscans doen enzovoort. Met heel veel plezier, want we hebben hetzelfde doel. Hè. Als het helpt, denk ik dat iedereen het moet weten. En als het niet helpt, moeten ze mij terugfluiten. Maar we hebben zoveel studies gedaan. En ga je dan deals maken met de gsm-fabrikanten om het in te bouwen in een telefoon of zo? Ik denk dat dat vanzelf wel gaat komen, ja. Mark heeft zeker geen marketeer nodig. Hij En net voor kerstmis is het handig bekeken. Nog geen vraagje, meneer Koeken. Ondanks die crisis en dat bericht van Iljo Keijsen ook nog vandaag, betrapt op doping, blijft u in de wielersport, blijft u sponsoren? Absoluut, maar dat is dan het voordeel. Wij hebben altijd gezegd, wij sponsoren de wielersport niet omdat we dat een fantastische sport vinden, maar omdat we denken dat dat geld goed besteed is. En als het dan crisis is, dan stel je dat dan niet in vraag, want je weet het is goed besteed. En dan altijd is het wielrennen echt, ik vind het een fantastische sport. Maar waarin dat de sponsors echt bij naam genoemd worden. En ik denk dat aandacht in crisistijd wel voordelen heeft. Dankjewel voor uw komst, Mark Koek. Ook aan de andere gasten, John Crombé, Mark Fauconnier en Gert Mons. Dankjewel. Dat was het.